Turkish Airlines een extra feestelijk dientje te geven, hadden we eigenlijk het idee gehoord om met z'n allen eigenlijk naar Istanbul te gaan en hier een feestje aan de Bosporus te gaan organiseren. Dit is natuurlijk vergt heel veel tijd, vergt heel veel energie van ons natuurlijk naast onze normale werkzaamheden bij onze eigen luchtvaartmaatschappij. Maar ik wil eigenlijk bij deze wil ik ook een heel hartelijk dank. I would like to have a very nice welcome and also a very special thank you for our friends from Turkish Airlines and especially the general manager for the Netherlands, Mr. Van der Zitten, who actually helped us organizing this specific event and helped us also making the reservation in this huge place. Mr. Van der Zitten, thank you. Niet alle alliantie-carriers kunnen hier aanwezig zijn, omdat we ook niet allemaal naar Istanbul vliegen. Mijn naam is zelf, ik ben Carine Werk, ik ben van Singapore Airlines. En dan zult u zeggen, wat doet Singapore Airlines dan in Istanbul? Maar dat komt omdat ik gevraagd ben om het marketingteam van de alliantie in Nederland te versterken. En mede namens dat wat andere mensen helpen organiseren. Ik wil allereerst de tourleaders willen graag bij jullie introduceren, die natuurlijk ook heel veel werk verrichten. En wil ik eigenlijk in volgorde wil ik ze opnemen. Ik wil de Paul Hofstede van de Lufthansa danken daarvoor. Paul Hofstede van de Lufthansa. Dan hebben we Marcel Reuring, die we het even heel moeilijk hebben gemaakt met te reserveren van alle tickets. Marcel, dank je wel. Dan nog een andere steun en toegelaten door Lufthansa Melke. Dan hebben we Madalena van Swiss International Airlines. Kleine correcties hier wel op zijn plaats. En van Carolina van Austrian Airlines. Jullie herkennen Carolina misschien wel van de vakantiebus, maar dan is het heel mooi op de vakantie natuurlijk. Dat mag wel best wat mooier over plan die zelf er misschien nog wel. Oké, de reunieën van Turkish Airlines, die ons heel leuk volgt. En dan hebben we één iemand ook in ons weer. Vorige week ben ik met hier ook nog iets omhoog geweest om alles te organiseren. En er heeft iemand in ons midden echt een duidelijk lid in het Nederlands gekregen. En volgens mij is hij nog aan het bijkomen, dat is Salam. Dankjewel. Dan hebben we Mark Moren van Rot Polish Airlines. Zou je denken van waarom Mark erbij? Want jullie, niemand heeft met Rot Polish Airlines gekozen, maar dat kan omdat wij dat voldoende stoelen hadden. En de vluchtrijden nog niet meer hebben gezien dat we nog hadden. Maar het was namelijk zo in dat eigenlijk de vlucht van Rot Polish Airlines hadden zo vol op dat moment. Dus je hebt goed je werk gedaan, Mark, maar mijn dank voor je mee. Kom niet meer bij. Dank je. Dan hebben we 4 jaar broer van Austrian Airlines. En dan wil ik één iemand in het bijzonder bedanken, want die heeft echt heel veel tijd en heel veel overpijn van mij gekregen. Maar ook van iemand anders natuurlijk bedankt. En dat is Arno van der Leven, ons kennende. Aanwezig is, maar die wil echt heel erg een bijzonder bedanken, want die heeft eigenlijk jullie helemaal gestormd met e-mails, dat was jullie vragen maken. Dat is natuurlijk onze star coördinator, dat is Jannetje Blankenburg. Ze is er niet, maar misschien een goede applaus zo. Oké, dan willen jullie niet veel langer mee bezig houden over de alliantie. Ik kan wel zeggen, om 9 uur worden hier een hele mooie klote residenties worden hier eigenlijk opgevoerd. Dat is allemaal vulling gezorgd, dus ik zou zeggen, maak er de nodige foto's van. En de heer Pasjes, die team van Turkish Airlines, heeft ook 2 tickets naar Istanbul beschikbaar gesteld. Dat heeft op het laatste moment gedaan. En we willen dat eigenlijk op een beetje komische en ludieke manier een soort quizmaster rol weggelegd voor Arjen. Hij natuurlijk. We willen die tickets eigenlijk kunnen verlopen. Dus, maar dat wordt
een uurtje of tien. Ik zou zeggen, geniet vanavond. Vraag zoveel mogelijk aan de startmensen over Star Alliantie, want dan kan je helpen.